Op maandag nam Ted Hielkert een medaille in ontvangst ter ere van zijn oom Willy te Boekhorst. Te Boekhorst was een soldaat bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, die tijdens zijn krijgsgevangenschap overleden is. De overhandiging vond plaats bij het huis van Hielkert. Ja, hartstikke bedankt. Ik ben blij met deze erkenning, natuurlijk. Al die militairen die destijds dwangarbeid moesten verrichten als gevangenen van de Japanners, die krijgen nu op termijn weer erkenning. William te Boekhorst is een broertje van mijn moeder. Die is tijdens de oorlog krijgsgevangen gemaakt. Hij diende bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger in Indonesië, vroeger ons Nederlands Indië. En hij is overgevaren als gevangene naar Burma Siam. En daar is hij omgekomen door honger, internering en uitputting. Deze medaille moet je zien als een soort erkenning voor al die soldaten die voor Nederland hebben gevochten in de oorlog. Tweede Wereldoorlog in Indonesië, vroeger Nederlands-Indië, en die nooit erkenning hebben gekregen. Terwijl Nederlanders wel hebben, die in Europa hebben gevochten, wel die erkenning hebben gekregen.